Hey, top dat je mee gaat doen met mijn training. Ik ga je de hele tijd begeleiden. Tussendoor met tips en trucs. Je doet gedeeltes zelf mee. Maar gedeeltes ga je ook zelf aan de slag. En ga ik een soort kijken en je tips geven wat je dan beter kan doen. Van tevoren, doe even een warming-up. Heb je die al gedaan? Top, anders niet. Kijk nog even naar mijn specifieke warming-up. Dan weet je in ieder geval zeker dat je daarmee blessures voorkomt. Zorg ervoor dat je een bidon bij de hand hebt voor wat drinken. Handdoekje, om in ieder geval wat zweet af te kunnen vegen. En... Ja, waarschuw misschien de buren als ze niet gelijk 1 en 2 hoeven te bellen als er iemand op de grond ligt te schreeuwen van de spierpijn. Dat kan zomaar gebeuren. Top, weer een nieuwe dag, weer een nieuwe training. We gaan vandaag benen aanpakken. Leg day. We gaan eigenlijk 4 oefeningen doen. 60 seconden per oefening, 20 seconden rust. We gaan veel herhalingen maken. Jouw tempo bepaal je helemaal zelf. Hoe diep je gaat bepaal je zelf. En of je de attributen erbij hebt. We doen 3 rondes, achter elkaar door. En uiteindelijk komen we uit op 12 oefeningen. Duurt weer zo'n 16 minuten training. Heb je de warming-up al gedaan? Top. Zo niet? Doe hem even nog, hè? Belangrijk. Attributen. We hebben geen gewichten thuis. Tenminste, niet veel mensen hebben kettlebells of gewichten. Heb je ze wel? Pak ze, gebruik ze en zorg ervoor dat je daar je uitdaging mee maakt. Maar heb je ze niet? Je kan altijd iets anders verzinnen. Kijk, dit is mijn rugzak, is dit. En deze rugzak, leeg is natuurlijk niet zoveel. Maar op het moment dat je nou vult, kijk, ik heb een aantal flesjes. Cola Zero natuurlijk. Gevuld met water. Water weegt in dit geval ik gewoon 1,5 kilo. Is dit 1,5 liter. Ik heb er nu 4 in liggen. Dus bij elkaar is het toch weer 6 kilo. En geloof mij, in een minuut lang ga je dat voelen. Zou je ze bijvoorbeeld vullen met zand, worden ze gelijk weer 2 keer zo zwaar. Zijn ze misschien wel 3 kilo per stuk, of misschien wel meer. Worden gelijk een stuk pittiger. Plus, met die flessen kan je eventueel later, zal je de volgende keer ook zien met bovenlijf, kan je hele leuke oefeningen mee doen. Dus heb je helemaal niet veel gewichten nodig. Deze ga ik gebruiken voor squats, voor... oefeningen met liggen, met lunges, eigenlijk overal voor. Het hoeft niet, maar het kan. Extra opzet. Goed. We gaan beginnen dus. Ik ga zo de timer aanzetten. We gaan beginnen met 60 seconden eerst squatten. Dus, hoppatee. Hey, ik zet de timer ervan. Ja, de 5 seconden countdown, dan komt hij weer. Beginnen dus met gewoon easy squats. Here we go. Mooi naar beneden. Dus met gewicht of zonder gewicht. Mooi squats. We doen er 5. 3. 4. Onderin gaan we nu 2 tellen hangen. 25. 26. Oké. Okay. Gaan we weer. 1. 2. 3. 4. Onderin weer hangen voor 25. 26, heel mooi omhoog. Hey, is dit de eerste keer dat je met mij meedoet met de training? Je hoort zo meteen halverwege de minuut hoor je een bel, net 30 seconden. En dan, daar is hij al. Dan weet je, ik moet nog een halve minuut. In die halve minuut kan je kijken van, misschien kan ik wel iets sneller. Het tempo bepaal je helemaal zelf. 4 en 25, 26. Mooi, kan ik wat dieper? Oké, top, ga het doen. Kijk of je kan uitdagen. Die benen, die moet je nu al een klein beetje beginnen te voelen. Oh, dat was al 5, hè? Ja. Je kan ook gewoon door blijven gaan. Als je spanning te hoog wordt, ga je gewoon door. Laatste paar tellen. Laatste keer. Rust. 20 seconden rust. We gaan door naar oefening 2. Oefening 2 zijn backstep lunges. Dus gewoon met gewicht erbij. Als je het hebt, zonder gewicht, prima. Misschien kan je wel dieper. Is dat je dus mooi naar achter gaat. Mooi naar beneden. Op deze manier. Je tilt soms wat voorover. Mooi dat op, hè? Buik je vast. Here we go. Oké, mooi omlaag. En terug. Wederom het tempo bepaal je natuurlijk zelf. Als je sneller kan, ga je sneller, maar niet sneller. En dan van deze stapjes maken, echt wel naar beneden. Die knie richting de vloer. Heb je ergens een beperking voor? Heb je balansproblemen? Nou ja, je kan proberen bijvoorbeeld iets beter te houden of de muur of wat dan ook. Mag allemaal. En langzaamaan gaat die hartstikke goed omhoog. En zo zijn we ook conditioneel wat bezig. Conditioneel. Doen we ook werk, terwijl we de benen mooi trainen. Nu mooi om en om. Ronde 2 gaan we het vastzetten per kant. Dan krijgen we het rechterbeen eerst een halve minuut en dan het linkerbeen een halve minuut. Wat een iets ander gevoel. Laatste paar tellen. Dan gaan we zo meteen liggen. Dus dat matje, als je hem hebt, die heb je in de buurt hoop ik. En anders dan liggen we op de grond. Laatste paar. Mooi. We gaan lekker liggen. Ik heb hier toch een hele mooie grasmat. Heerlijk. Oké. Twee opties. En ik laat eerst even de optie zien die het makkelijkste te doen is zonder gewicht. Is namelijk benen
plat, of plat, voeten plat. Mooi de heup omhoog. Maar nu proberen dat met één been. En een lekker tempo. En bij de bel wisselen we om. Dus dat is optie 1. Optie 2 zou zijn, als je zo'n tas hebt met een aantal kilo, die zet je gewoon mooi erop. En mooi omhoog, omlaag. Omhoog, omlaag. Goed squeeze van de billen. Dus voor je gevoel zet je tenen een klein tikje naar buiten. Dan kan je wat meer die bilspier aanspannen. Altijd mooi om te doen. Dus mooi op en neer. Mooi hoog, mooi terug. Hap. En raak de grond heel zachtjes aan. En gelijk weer omhoog. Squeeze. Met één been dus. Hap. Mooi omhoog. Mooi in balans blijven. Heupen niet weg laten zakken. En zo die spanning. Die hamstring ook gelijk een stukje hoger. Hoppatee. Hoppatee. Oh, laatste beetje. Oh, laatste beetje. En dan gaan we die benen zo wat in verzuring zetten. Laatste paar tillen. Oké, mooi. Here we go. We gaan die benen in de brand zetten door de JJ's. Zoals ik ze altijd noem, de jumping jacks. Maar geen normale jumping jacks met heel veel tempo. Nee, we gaan nu een soort landen in squat. We doen smal en breed. Dus we beginnen hier met een smalle houding, wel gebogen knieën. Mooi naar buiten. Mooi zo. Hap. Hoeveel tempo je maakt, hangt ook 1 af van je conditie. En 2 af, hoe zijn die benen al verzuurd. Ik moet zeggen, dit is de tweede keer dat ik deze film. Want gisteren stond mijn hoofd er niet op. Dan kan je zeggen, ik voel ze vandaag wel een beetje. Dus misschien jij morgen ook. Maar daarvoor zijn we bezig. En we kunnen misschien naar de club. Dus moeten we toch thuis wat doen. Nou, daar zijn we voor bezig. Dus gewoon denken dat ik eigenlijk met jou nu meekijk. En dat je denkt, oké, als hij nu naast me zou staan, zou hij het goed vinden? Zou ik nog wat harder moeten gaan? Wat zou ik zeggen? Probeer het. Kijk of je nog wat meer hebt. Wat meer diepte in die beweging. Je hoeft niet per se sneller. Mooi even buigen. Tikje buigen. Hap. Hap. Hoppatee. Mooi omlaag. Laatste paar. En de laatste. Oké. Okay. Tijd voor een slokje misschien. Zodat je water in de buurt hebt, hè. Hoi. Oké. Okay. We gaan naar de squats. De air squats. Zonder gewicht. Of eventueel gewoon squats met een beetje gewicht erbij. Zo'n rugzak werkt echt super. En je kan natuurlijk vullen met gewoon gewichtjes. Pakken suiker. Here we go. Mooi omlaag. Kan je misschien wel dieper? Kan je misschien met die billen zo'n beetje op kniehoogte komen? Even vasthouden. Of kan je misschien wel iets lager? Kan je misschien wel zelfs door die grens heen? Moet je gewoon voor jezelf voelen. Heb ik meer ruimte? Ook hier, het gaat om tempo. Maar het gaat vooral ook om de goede diepte. Veel belangrijker. Je kan van die squats bovenin doen. Kijk, heb je last van je knieën? Uiteraard ga je misschien wel minder diep. Maar ja, probeer het toch, hè. Probeer toch die mobiliteit te vergroten in die benen. Zeker als we nu thuis zitten of we thuis aan het werk zijn. We zitten heel veel. We gaan heel veel zitten, inactief. Dus even zo'n kwartiertje per dag. Even die benen activeren of zo. Het bovenlijf, wat conditioneel, misschien wat buikspieren. En zo blijven we actief. Je kan dus ook niks zoals ik nu gewoon doorgaan. Of even vastzetten. Blijf in beweging. Laatste keer. Top. Oké, dat was er weer een. We gaan weer terug naar die stepping lunges. Maar nu zonder step. We pakken dus nu een halve minuut op 1 been. Kies welk been je zo wil beginnen. Deze zetten we maar achterin. We zoeken de goede afstand. Hoe zie je die? Knie blijft boven je enkel. Ga niet te veel heen en weer. Die knie blijft onder je heup. Gaat mooi omlaag omhoog. Here we go. Mooie balans. Kijk altijd recht vooruit. Kijk nooit even naar beneden, want dan ga je er naartoe bewegen. Dus kijk maar recht vooruit. Handen in de zij. Voor als je gewoon die balans goed hebt. Handen even toch een beetje opzij. Als je denkt, oh, oké, die balans heb ik niet zo makkelijk. Dan ook de breedte. Heel vaak zien we dat mensen die voeten een soort één lijn zijn. En je ziet al, dat is veel moeilijker qua balans. Dus voeten, heupbreedte en zet ze maar wat meer uit elkaar. Zeker als je nu wat dreigt om te vallen. Tijd voor die bel, denk ik. Oké, okay. Switch. Hetzelfde principe. Mooi omlaag, mooi omhoog. Easy tempo. Voelen. Wat zegt het been? Dat been wil strekken. Dat been wil naar achteren. Die wil dit doen. Naar beneden en strek. Nee, hou hem hier. Hou hem boven die enkel. Isolatie. Dit been buigt.
Dipbend blijft hier. Buig en strek. Hoppatee. Ah, laatste paar. Oké, mooi. Gaan we weer liggen. We gaan weer liggen op de rug. Hoppatee. Deze letten we op de heupen. Je kan ook iets anders nemen, hè? Eventueel je partner. Hey, leuke oefening. Kan je gelijk zeggen, goh, je wordt wel erg zwaar. Doe ook eens mee. Beetje mee oppassen. Oké, here we go. Mooi op en neer. En boven die squeeze. Maar kan je misschien wat meer tempo maken? Net wat sneller. Geeft net een beetje meer verzuring. Ga je met één been verder? Perfect. Met twee benen? Top. Ga je boven even vasthouden? Knijpen. En mooi naar beneden. Up. Knijpen. Allemaal variaties. Je kan het zo gek niet bedenken bijna. Of het voegt wel wat toe. En zoals je merkt, het hoeft echt niet lang te duren. 16 minuten voor zo'n workout is meer dan genoeg. Het is toch wat anders dan uren zweten in de gym. Je kan het heel makkelijk gewoon zelf actief houden. Ah, elke dag wat doen. Elke dag. Ben je 5 uur aan het werk, 4 uur aan het werk, lunchen, even ervoor trainen. Even wat doen. Dan hou jezelf fit en vitaal. En ik denk in deze tijd, super belangrijk. Hoppatee, laatste beetje. Oh, dat voel je toch best wel. Het is maar 6 kilo. Maar ja, normaal doen we misschien wel met iets meer. Maar doe je minder aantal. Oké. Tasje weg. Oké, eerste zweetdruppels komen alweer. Dat is mooi. Even wat droogvegen. We gaan snel weer verder met die JJ's. De JJ. Ik vind het wel leuk klinken. Dus wederom, weer mooi opzij. Tenen altijd een beetje naar buiten. Nooit je tenen binnen laten staan. Een beetje openspringen. Niet te gek. Maar hier gaan we. Dat is mooi. Omlaag. Terug. Veer in. Omlaag. Veer een beetje. Niet de maximaal naar beneden. Gewoon een beetje tussenin. Hoppatee. Conditioneel. En uiteraard hoe dieper je gaat, hoe zwaarder het wordt. Je kan bovenin een beetje blijven hangen. Je kan ook zeggen, oké, maar ik ga echt helemaal naar beneden. Ik wil die beenspieren gaan we mee gaan shapen. Dus kijk welk niveau je hebt. We moeten hier nou nog een ronde. Dus we hebben nog een beetje ademruimte nodig. Oelala. Ah, halverwege. Het zwaarste gedeelte komt nog. Precies. Oké. Oei, oei, oei. Ja, voor mij als trainer is het ook nieuw. Normaal gesproken sta ik er gewoon naast en dan ja, doe nog 10. Nou, ik doe wel een beetje mee, maar niet zo. Nu doe ik online mee. En ook nog een keer zo op de video mee. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het wel wat hebben. Oké. Ronde 2 gehad. Ronde 3. We gaan weer snel verder. We pakken weer die gewichten erbij als je ze hebt. Geen probleem als je ze niet hebt, hè. Dat maakt echt niet uit. Maar het is heel makkelijk iets te vinden. Bij wijze van spreken pak je een emmer, vul je die met water, moet je even opletten. En dan deksel erop, vul met iets, kan je heel mooi zo op en neer. Air squat, here we go. Mooi, op en neer. Ga je het continu doen, ga je even onderin hangen. Alles is goed, als je maar beweegt. Een minuut lang squat is gewoon training. Here we go. Ai, ai, ai. Lekker hoor. Niks is lekkerder dan even sporten. En zeker het probleem nu is als je een aantal weken een beetje uit dat systeem gaat. Dat je een beetje ja, uit je sportmoment komt. Wordt het ook weer zo moeilijk om weer te beginnen. Dus blijf actief. Blijf doorgaan. Wat ik al zeg, een kwartiertje per dag. Misschien 2 oefeningen per dag. Is al genoeg. Is al genoeg. Dan blijf je zo actief. En dan blijf je scherp. Here we go, here we go. Nog een klein stukje. Oh, dan even hangen. Weer omhoog. Mooi. Hoppatee. Laatste paar. Yes, oké. Deze hoeven we niet meer te doen. We gaan door met de lunges. Lunges kunnen we weer verkiezen. Ik denk dat ik nu statische lunges maak. En om de 3 stap ik even naar voren, stap ik weer terug. Dus we pakken alleen het rechterbeen. Die gaat naar achteren. Doe een aantal lunges naar beneden. Stap weer bij. Ja, ga je mee? Here we go. Ga maar staan. Oké. 1... 2, we doen 3. 3, stap bij, weer terug. 1, 2, 3. Tap en weer terug. 1, 2, 3. Tap, terug. 1, 2, 3. Tap. 2 en 3. Zeker als je een beetje frequent voor het bodystep of zoiets doet. Ah, dan zitten we goede trainingen. Wisselbeen. Stap.
1, 2, 3. Tap. 1. Ook weer goede breedte. 2 en 3. Tap. En weer terug. Belangrijk is altijd die breedte. Die breedte van je stand. Hop. Kom je nog beneden? Kom je bij de knieën bij de grond? Of merk je dat het moeilijker wordt? Draag jezelf uit. Je kan dan straks weer gaan zitten voor je werk. Of de bank. Of voor het eten. Zoiets. Laatste paar. Nog één keer dan. Nog één keer. Oké. Top. We gaan er weer lekker bij liggen. Misschien even zweet eraf. Ja. Oeh. Dus ook goed drinken. Hè? Blijf goed drinken. Al sport je niet al te lang, dan nog heb je het wel even nodig. Dat vocht moet erin. Oké. Zet het alles weer goed neer. Hoppatee. 6 kilootjes erbij. Het voegt altijd wat toe. Voeten van de buiten. Mooi op en neer. Hoppatee. Oké. En je merkt wel, die hartslag is nog best wel hoog. Hij is nog niet op piek. Dat valt wel mee. Maar hij is er wel. Oh, keurig. Misschien nog even terug naar die ene benen. 1. Hop. Hé, hey, dat voelt je gelijk even anders. Spanning in dat been wat staat. Dat is groot. Hop. Een paar keer wissel. Ja, is die halverwege alweer. Hop. Ook hele goede core oefeningen. Je moet de balans houden. Je mag niet wegzakken. Je moet hem recht houden. Altijd goed voor de core. Oh, een paar keer 2. Squeeze, squeeze, squeeze. Even die bilspieren samen knijpen. Altijd belangrijk. Al dat zitten, worden die billen maar plat. Dat willen we niet. Ronde billen, daar houden we van. Want tegen de zomer, joh, dan moeten we toch weer een beetje... Het zou leuk zijn als we een beetje normale shape blijven. Ja, maar goed, alles waar we voor getraind hebben de afgelopen maanden... dat het niet, zeg maar, verdwijnt. Zonder zijn. Nog één keer oefening. De JJ's. De JJ's. Gaan we diep. Dus mooi laag. En nu diep. Oh, denk maar aan sumo. Een sumo worstel. Oké. Tik. Bam. In en uit. Rustig tempo. Veer even in. Even dan nog. Hangen. Oeh. Oh. Ik weet niet hoe jullie zitten. Maar wij branden zo een beetje. Oh man. Hoppatee. Halverwege, half minuut nog. Dan zijn we er weer klaar mee. We hebben weer 16 minuten de benen getraind. Viel mee? Doe het nog een keer. Of zoek wat zware gewichten. Maak het er dagelijks. Gewoon meer fles in die tas. Kunnen er makkelijk meer bij. Ik denk dat je makkelijk 10 kilo van kan maken. Geen probleem. Zie je meer. Oh ja ja. Hou vol. Bijna, bijna, bijna. Kom maar. Hij telt zo af. Dan blijf even beneden staan. Komt je aan, laatste keer een halt. Hou vast. Oké, nice. Oh, check even die benen. We zitten in de eerste training van vandaag. Oké, misschien pak je er nog wel eentje. Voor de buikspieren. Misschien bovenlijf. Cardio. Wie weet, je kan het allemaal pakken. Oh. Zo. Weer 16 minuten hard gewerkt. Top. Top gedaan. Ik zie je graag bij de vol. Dat zijn we klaar, hè? Zeg het even. Hey, top dat je meegedaan hebt. Ik hoop dat je het leuk vond. En laat het vooral even weten. Even in de comments op Facebook of op YouTube wat je ervan vond. En hoe vaak je hem al gedaan hebt.